De schoenmaker en zijn oom. Een nieuwjaarsverhaal. Het was ongeveer een half uur na middernacht dat Georgie, een getalenteerde maar weinig succesvolle schoenmaker, woedend en gefrustreerd het nieuwjaarsfeest van zijn oom verliet. Hij baande zich duwend een weg door de mensenmassa op weg naar huis. Wat hij nog niet wist, was dat die avond zijn leven voorgoed had veranderd. Het nieuwjaarsfeest van zijn oom, een hele geliefde oud-burgemeester en geslaagd zakenman, een hele warme, innemende man met een gezicht zo vriendelijk als dat je het nooit zult zien, was jaarlijks het grote evenement van de familie waar alle familieleden, ooms, tantes, broers, zussen, vaders, moeders uit het hele land samenkwamen. En stevast om 12 uur nam iedereen voor zich zijn wensen en dromen voor het nieuwe jaar in gedachten. Een groots feest met een enorm feestelijk buffet, met muziek, met dansers, met acrobaten op het gigantische dakterras wat uitkeek over de stad en de heuvels eromheen. Een feest vol gelach en gedans. Maar dit alles was niet besteed aan Georgie. Hij had zich teruggetrokken aan een hoek van de bar waar hij zich vastklampte aan een fles wijn. Het was daar waar zijn oom hem kort voor 12 uur vond. Georgie, mijn neef, vanwaar dit lange gezicht? Ach, antwoordde de schoenmaker, laat mij om. Dit feest is niet voor mij. Ik voel me als een vreemde bij mijn eigen familie. De oom keek naar hem en vroeg, hoezo dan? Wat heb je op je hart? Vertel het me. Ach, oom, ik weet het niet. Iedereen in de familie is altijd zo vrolijk en gelukkig. Zo succesvol en vol verhalen. En neem oom Paolo, een beroemd strafpleiter waarvoor elke crimineel het in zijn broek doet. Geroemd om zijn strijd voor rechtvaardigheid. Altijd vol met verhalen over zijn laatste rechtszaken. Of tante Isabella, die als chirurg leven na leven redt en betrokken is bij de ontwikkeling van de meest innovatieve behandelmethode voor de moeilijkste ziektes. Zelfs mijn zus Isolde staat met zoveel passie voor de klas dat ze is uitgeroepen tot de beste lerares van de hele provincie. Het lijkt alsof voor hun al hun wensen steeds maar weer uitkomen. En voor mij? Maar niks. Geen enkele wens van mij komt ooit uit. 3 jaar geleden wenste ik dat ik een nieuwe schoenenlijn op de markt zou brengen. Er kwam niks van terecht. 2 jaar geleden wenste ik dat ik een tweede winkel zou openen in het modedistrict van Milaan. Maar wat ik ook probeerde, het gebeurde niet. En vorig jaar, oom, vorig jaar wenste ik dat ik een prijs zou winnen voor de beste schoenmaker van het jaar. Werd niet eens genomineerd. De oom keek de schoenmaker meewarig aan. Hij zei, Georgie, je begrijpt het niet. Laat me je wat vragen. Waarom maak je schoenen? Waarom maak ik schoenen, reageerde Georgie. Maar oom, u beledigt mij. Schoenmaker is een eervol beroep. Nee, Georgie. Je begrijpt het niet. Waarom maak jij schoenen? Oh, mensen hebben schoenen nodig. Mensen willen goede schoenen. Mensen willen modeschoenen. Dat is belangrijk, oom. De oom probeerde hem gerust te stellen en zei, Georgie, luister. Je begrijpt het niet. Waarom maak jij schoenen? Nou, moet u ophouden, oom. U doet net alsof mijn beroep niks voorstelt, dat het maar een of ander suf beroep is. Schoenmaken is een ambacht, oom. Schoenmaken is een kunst. Schoenmaken is liefde, is passie, is voelen van materiaal, van de geur van het leer en dat alles samen laten komen in de perfecte schoen. Ik wil niks liever dan werk je in mijn atelier. Eén zijn met het materiaal. Voelen van het materiaal. Het door mijn vaardigheid laten ontstaan van de ideale schoen. Een uiting van liefde. Een uiting van passie. Een ultieme uiting van een diep innerlijk verlangen om. De schoenmaker schrok op.
De wereld was geëxplodeerd in een frenzy van vuurwerk en gejuich. De klok had de 12e klokslag al geslagen. Zijn oom keek hem voldaan aan. Legde zijn hand op zijn wang zoals alleen een oom dat kan doen, zei. Gelukkig nieuwjaar, Georgie. Hij draaide zich om en dook in een zee van felicitaties en knuffels. De schoenmaker stond perplex. Verbouwereerd omdat zijn oom hem had beledigd. Teleurgesteld omdat hij hem zomaar in de steek liet. Wanhopig omdat hij zijn kans had gemist zijn nieuwe wens uit te spreken. Georgie wist zich geen raad. Hij ging naar de bar. Hij dronk nog enkele glazen wijn voordat hij vol misbaar zijn jas uit de garderobe plukte en de weg oprende, weg van het feest. De schoenmaker en de oom spraken elkaar het hele jaar niet. Georgie sloeg het volgende feest over en ook de volgende 2 jaar was hij niet op het feest aanwezig. Pas het 3e jaar keerde hij terug. En het was alsof er een andere Georgie was. Het was alsof hij 2 keer zo groot was. Vol plezier en vol verhalen, pratend met iedereen die hij maar tegenkwam, stralend als een koning. De oom liep naar hem toe, spreidde zijn armen zo wijd als de vleugels van een albatros. Georgie, ik ben zo blij je weer te zien. En je ziet er zo gelukkig uit. Wat is er met je gebeurd? Ach, oom, zei de schoenmaker, u zult het niet geloven. Het is fantastisch. Ik heb het afgelopen jaar heb ik niet 1, maar zelfs 2 schoenlijnen op de markt gebracht. Ik heb een 2e winkel geopend op de Via Monte Napoleone in Milaan. Gelooft u het? En ik kan het zelfs niet eens geloven, oom. Maar vorige maand werd ik genomineerd voor de Gouden Leest voor de beste schoenmaker van het jaar. Het is gewoon geweldig. Oh, Georgie, zei de oom, ik ben zo gelukkig voor je. Fantastisch. Maar vertel me, hoe heb je dat gedaan? De schoenmaker wilde antwoorden, maar er schoten geen woorden te binnen. Hij moest even nadenken. Ik weet het niet, oom. Toen ik hier 3 jaar geleden wegging, besloot ik me niet meer druk te maken om wat u van mij vindt, of anderen van mij vinden, of wat voor succes ik allemaal moet creëren. Ik heb alleen nog maar gefocust op waar ik blij van word. Het genot dat ik ontleen aan het maken van een mooie, delicate schoen. Het is alsof de rest, al die andere dingen, alsof het gewoon maar gebeurde. De oom keek hem aan met een lach 2 keer zo breed als zijn gezicht. Hij pakte Georgie met zijn handen vast, gaf hem een dikke Italiaanse kus op zijn voorhoofd. Hij zei, Georgie, nu begrijp je het. Gelukkig nieuwjaar. Welkom terug bij de familie. Gelukkig nieuwjaar, mensen. Zorg dat je doet waar je blij van wordt.